No matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight. 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 Put your hands up to the sky. Flames so red like blood. Fire. Laatste keren dat we hier voor deze locatie staan, hè? Ja, klopt. In september zullen we overgaan naar het sportpark. En tot die tijd blijven wij hier gewoon onze lessen doen. Het is toch iets bijzonders, denk ik, dat je langzaam maar zeker een periode hier gaat afsluiten. Ja, dat is zeker bijzonder. We hebben hier de afgelopen 10 jaar gezeten. Dus het is wel echt afscheid nemen van iets ouds. Maar gelukkig wel iets om naar uit te kijken. Dus dat gaat goed komen. Als je nou terugkijkt op die periode, het pand zelf en zo, wat is dat nou voor pand geweest? Nou, officieel was het een kantorenpand, dus we hebben er echt een hele hoop aan moeten doen om überhaupt hier een dansschool van te maken. En we zijn begonnen hier met 1 zaal en toen hebben we uiteindelijk uitgebouwd naar een 2e zaal. Maar ja, als het officieel een kantorenpand is, dan moet je daar toch uiteindelijk wel een keertje uit vertrekken. Nou, en dat gaan jullie doen, want jullie gaan naar het inmiddels beroemde sportpark A4 ga je naartoe. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie daar natuurlijk heel veel zin in hebben. Ja, daar hebben we zeker heel veel zin in. We hebben heel veel inspraak kunnen hebben, ook over hoe het eruit komt te zien. En ook tot kleine details van hoe breed moet de gang nu eigenlijk zijn. En daar hebben we gewoon ontzettend veel zin in. Nou, dit pand hebben jullie nu onlangs ook nog weer een voorstelling voorbereid, hè, die ook uitgevoerd is door de leerlingen. Loop je dan toch rond met zoiets in je achterhoofd van, nou, dit is wel iets van een van de laatste keren dat we hier wat doen?
Nou ja, een voorstelling is altijd een hele hoop werk. En bijna 1400 leerlingen doen daar aan mee. Dus we zijn 3 weekenden in het theater zelf. Dus eigenlijk ben je dan vooral bezig met, oké, gaat het goed komen? Hoe gaan we dat regelen? Wat gaan we doen? En komt daarna waarschijnlijk pas het besef van, oké, we gaan hier ook echt daadwerkelijk weg. Zijn jullie al bezig met het verhuizen? Staan er al dingen in dozen waar je niet meer bij kunt? Nou, nog niet, maar dat zijn we zeker van plan. En tijdens de voorstellingen vermelden we ook van, hè, mocht je nog willen helpen, dan is dat zeker welkom. Want er zal een hele hoop moeten verhuisd worden. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dan de zomervakantie in dat opzicht een mooie periode kan zijn. Nou, op zich wel. Alleen na de zomervakantie starten we hier eerst nog, omdat het sportpark nog niet af is. Dus we zullen echt eerst alles hier gewoon open moeten houden voordat we kunnen inpakken en wegwezen. Nou, jullie hebben al een beetje een idee natuurlijk wat het gaat worden. Wordt het groter dan waar je nu hier zit? Nou, het wordt zeker groter. Op dit moment gaan we van 2 locaties naar 1 locatie. Dus sowieso hebben we 3 zalen. Hier hebben we er 2 en in Vlaardingholi hebben we er 1. Dus dan wordt het sowieso groter en alles is natuurlijk nieuw. Dat is echt super. Voor de mensen die het nog niet weten, je hebt het ongetwijfeld ook vast al een paar keer gezegd. Maar het Wennekerpand waar jullie ook zitten, daar blijven jullie wel gewoon, hè? Ja, klopt. Wennekerpand, daar blijven we gewoon. We hebben het zo ontzettend naar ons zin daar. En het is gewoon heel goed te bereiken. Dus we vinden het wel belangrijk dat de mensen in Schiedam Centrum ook nog steeds daar kunnen blijven dansen. Nou, je gaf het al aan. Oktober, dat moet een beetje de maand worden waarin het dan definitief zijn gestalte gaat krijgen. En je gaf het ook al aan, er is nog wel heel veel werk te verzetten. Ja, er is zeker nog een hele hoop werk. We krijgen op 23 september de sleutel en op 26 september willen we gaan starten. Dus dat betekent dat in dat weekend behoorlijk veel werk verricht zal moeten worden. En wanneer is het definitief, zeg maar, open voor het publiek? Voor het publiek is het op 26 september open. Dus dan gaan we echt de eerste maandag starten met onze lessen. En hoogstwaarschijnlijk komt er op 8 oktober een openingsfeest voor alle leden. Light us up, we gonna start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up to the sky, flames so red like blood fire. Can you hear the noise out there? It's like a rave, we burn it down like blood fire.